Hallo, mag ik jou iets vragen? Patat. Wat is jouw grootste deugd? Wat is jouw grootste deugd? Jezus, wat een vraag. Deugd. Oké, okay, betekenis even ophelderen. Een deugd is een moreel goede eigenschap die je zelf in de praktijk kan doen. Ik zou zeggen een moreel goede persoonlijke eigenschap. Dat contrasteert eerst een beetje met een waarde, die kun je aanhangen. En een norm, daar kun je aan houden. Maar bij een deugd komt er nog een moreel aspect bij dat mensen ervaren dat het goed is. Dat het fijn is dat iemand zo doet. Het woord deugd is eigenlijk een beetje ouderwets, maar blijkt voor wetenschappers weer van belang te zijn. De Griekse filosoof Plato omschreef 4 kardinale deugden. Wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid. In de middeleeuwen voegde kerkvader Thomas van Aquino daar nog eens 3 deugden aan toe. Geloof, hoop en liefde. Voor de psychologie was de deugd de afgelopen 70 jaar bepaald geen onderwerp om wetenschappelijke eer mee te behalen. Professor Jan-Pieter van den Oudenhoven besloot het taboe overboord te gooien en uitgebreid onderzoek te gaan doen naar de deugd. Ja, dat is gek eigenlijk. De psychologie zegt we moeten objectief zijn en we moeten geen oordeel uitspreken. Dus ze waren een beetje bang voor morele concepten, want dan zouden ze te veel op theologen lijken. En waarom durft u dat nu wel weer? Omdat ik zie dat het heel belangrijk is, omdat morele concepten sturen de maatschappij. En als de maatschappij in verandering is, dan is er meer behoefte aan nieuwe morele principes of aan een herijking daarvan. Dus u wilt ook eigenlijk met dit onderzoek een duidelijk doel in de maatschappij bereiken, klopt dat? Dat klopt, ja. En een van de dingen, dat is omdat ik me met immigratievraagstukken bezighoud, is de relatie tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen. En zoeken op welke punten ze overeenstemming kunnen bereiken. Op welke dingen je ze gezamenlijk kan aanspreken. Voor het onderzoek wilde Van Oudenhoven in eerste instantie in kaart brengen wat Nederlanders als de belangrijkste deugden zien. Daarvoor werden verschillende groepen zogenaamde opinieleiders geïnterviewd. Leerkrachten, ouders, gemeenteraadsleden, popzangers en religieuze leiders. Voor die laatste groep zocht Van Oudenhoven contact met de faculteit Godgeleerdheid. Hoe ze bij ons kwamen is dat ze wilden weten van, in religies is men expliciet bezig met deugden. Dus hoe zit dat dan in Nederland? Hè? Zijn er verschillen tussen christenen, moslims en niet-gelovige mensen? Nou, en toen zijn wij gevraagd om dat is in islam in kaart te brengen. We hebben in het huidige deelonderzoek een 6-taal interviews met imams verwerkt. En bij die interviews stelden we eigenlijk een open vraag van, wat vindt u belangrijke deugden om over te brengen naar de gemeenschap? En wat heeft u dan de afgelopen maanden zo ongeveer verteld? Daarnaast hebben we een aantal preken gebruikt van een islamitische omroep, van ook voor een deel dezelfde imams, om te kijken of dat ongeveer overeenkwam. Dat bleek heel erg overeen te komen en dat samen is de basis voor dit onderzoek. Mijn grootste deugd, mijn geduld. Ik ben heel geduldig. Ik kan genieten van alle kleine deeltjes. Goedheid. Goedheid? Goedheid. Is dat een deugd? Is toch een deugd? Wie goed doet, goed ontmoet. Vriendelijkheid? Ja, ik ben wel lief voor kinderen als ze daar aanleiding toe geven. Na uitgebreide vergelijking en analyse van de door iedereen genoemde deugden kwamen er uiteindelijk 15 hoofddeugden naar voren. Deze hoofddeugden werden vervolgens met de proefpersonen en geïnterviewden in een rangorde gezet. Tot ieders verrassing bleken de rangordes onderling nauwelijks te verschillen. De Nederlandse deugden top 15. Genade, vergevingsgezindheid. Bescheidenheid is dat je je niet groter maakt dan je bent. Doelgerichtheid, vastberadenheid. Moed is iets wat eng is, toch doen. Geloof, ervan uitgaan dat God bestaat. Hoop is de moed erin houden. Matigheid, jezelf in weten te houden. Vreugde is blijheid. Openheid, interesse tonen en onbevooroordeeld zijn. Wijsheid, dat je bedachtzaam omgaat met anderen. Zorgzaamheid, elkaar helpen. Liefde spreekt voor zich. Betrouwbaarheid, dat mensen op je kunnen rekenen. Rechtvaardigheid, dat je eerlijk omgaat met anderen. Respect, elkaar waarderen zonder de onderlinge verschillen. Wat je daarover kan zeggen is dat de deugden op zich niet zo erg verschillen, maar dat de precieze kleur ervan soms wat verschillen vertoont. Waarbij bijvoorbeeld bij islam is respect heel belangrijk. En dat vult men dan met name in een juiste omgang met de buren. Goede relaties met de eigen buurt. Terwijl een niet-religieuze Nederlander dat misschien wat meer in algemeen idealistische termen zou zeggen. En in islam is dat vrij praktisch. Wat doe je dan? Nou, je geeft bijvoorbeeld een deel van het offer tijdens het offerfeest aan je buren, wie het ook is. Zelf dacht ik dat er
hele grote verschillen zouden zijn. Bijvoorbeeld tussen katholieken en moslims. Maar als je naar die profielen kijkt, naar die patronen kijkt, dan denken ze hetzelfde. Onafhankelijk van elkaar komen ze tot dezelfde rangorde. Bijna tot dezelfde rangorde. Had u dat verwacht? Nee, absoluut niet. Nee. Dat had ik wel verwacht, maar het is omdat een levende lijf te ervaren is natuurlijk wel bijzonder. Het is toch anders dan wanneer je denkt van ja, we zijn allemaal mensen. Dat kan een theoretisch ideaal zijn. Maar toch altijd weer een verbazing dat het in de praktijk ook gewoon echt zo is. Dat die verschillen niet zo groot zijn als je soms denkt. En het grappige is dat we doen nog wel meer onderzoek buiten dit. Dat uit verschillende onderzoeken helemaal onafhankelijk van elkaar blijkt dat eigenlijk religieuze groepen binnen land beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Dus er zijn wel grote verschillen tussen katholieken in Nederland of tussen protestanten in Nederland en katholieken in Italië. Maar de katholieken en protestanten in Nederland lijken behoorlijk op elkaar. Die groeien naar elkaar toe. En dat gebeurt eigenlijk wereldwijd, kan je zeggen. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. Het beeld wat nu ontstaat is dat imams in moskeeën heel erg bezig zijn met de oude linkse manier de boel bij elkaar houden. De relaties in de buurt goed houden. En ik denk goed is dat zowel de politiek als ook de maatschappij in het algemeen zich daarvan bewust is. Omdat het nog wel eens lijkt dat de gemiddelde imam een of andere oproerkraaier is. Omdat die nou toevallig heel erg in beeld komen. En dat blijkt in de praktijk toch wel heel anders te liggen. En dat geeft de burger toch moed.